We zijn wintertarwe aan het zaaien. We hebben vorige week de suikerbieten gerooid. En nu proberen we wintertarwe te zaaien, zodat we volgend jaar, juli, augustus, de tarwe kunnen oogsten. Boer Burgers koopt zijn zaden en bestrijdingsmiddelen van Bayer en van Monsanto. Nu die twee concurrenten één worden, valt er voor hem minder te kiezen. In essentie eigenlijk dat we met honderdduizenden boeren in Nederland en miljoenen boeren in de wereld toch een soort afhankelijk worden van enkele bedrijven die voor de zaden en de gewasbeschermingsmiddelen zorgen. Die concentratie, ik snap dat die bedrijven groot moeten zijn om schaalvoordelen te hebben, maar naar mijn idee zijn ze al lang groot genoeg daarvoor. Maar niet elke boer vreest de gevolgen van de overname. Twee grote bedrijven die samen gaan. En de een is groot in zaden, de ander groot in bestrijdingsmiddelen. En zolang er een aantal overblijven, dan vind ik het goed. Dit zijn onze uien, de oogst van afgelopen seizoen. Bayer die verzorgt gewasbeschermingsmiddelen. Door de overname komt in het concern ook de ontwikkeling van zaden. En het gevaar zit dus, als dat in één hand komt, dat daar belangenverstrengeling komt. Op het moment dat er een ras ontwikkeld wordt wat resistent is voor een bepaalde schimmelziekte, dat dan de tak die de schimmelbestrijdingsmiddelen maakt zegt van doe maar even rustig aan, want we willen eigenlijk die middelen ook wel verkopen. Het is geen suikerwater wat ze maken. Het zijn hoogtechnologische producten. Dus ja, je hebt daar ook wel grote partijen voor nodig. En wat we zien in de wereld is dat alle grote partijen nemen elkaar over. En dat, ja, daar hebben we het met z'n allen ook een beetje naar gemaakt, denk ik wel eens. We willen alleen maar goedkoper en efficiënter en beter. Voor zijn tarwe, uien en aardappelen koopt Raubos al jaren bestrijdingsmiddelen van Bayer. Maar sinds kort werkt hij ook op een ander gebied met het bedrijf samen. Bayer past nieuwe landbouwtechnieken toe op zijn boerderij. Dit is een apparaatje voor een Bayer-systeem. En dat meet de vochtigheid in het gewas, tussen de planten. En als dat te lang duurt, dan kunnen er schimmels optreden. En daar moeten we dan tegen spuiten. Die waarschuwt eigenlijk wanneer wij moeten gaan spuiten tegen schimmels. Uiteindelijk gaan we naar een systeem dat we precisielandbouw noemen dat. En dan gaan we steeds plaatsspecifieker middelen toedienen. Ook met kunstmest. En dat je inderdaad steeds minder nodig hebt om dezelfde productiviteit te houden. Of misschien nog wel meer zelfs. Bayer wil niet voor onze camera reageren, maar het is duidelijk dat het nieuwe Bayer Monsanto ook groot wil worden in de precisielandbouw. Unlocking the innovation and bringing chemistry, seeds, biotechnology and data science together. I think that's a big piece of the future for our industry. Een nachtmerriescenario dat je afhankelijk wordt van één partij die dus min of meer dicteert van nou, dat gewas kan je krijgen met dat gewasbeschermingsmiddel. En vervolgens krijg je die data erbij om je precisielandbouw rond te zetten. En op zich, ja, dat je geen vrijheid hebt, dat is één punt. Maar dat dat misschien niet het beste is en dat er misschien ook wel onnodig veel aan verdiend wordt, dat zijn punten waar je zorg over kan maken. Monsanto, tu n'auras pas d'autre. Boer Burgers is niet de enige met zorgen daarover. Tegen het Amerikaanse Monsanto wordt wereldwijd regelmatig gedemonstreerd. Het bedrijf is omstreden vanwege het patenteren en genetisch manipuleren van zaden. Activisten en wetenschappers voerden vorige maand in Den Haag nog actie tegen Monsanto. Their business model is to replace nature with business. De aanwezigen pleiten hier voor een radicaal ander soort landbouw. I have done a lot of research and I know that we can actually nourish the planet with sustainably produced food. Monsanto stands in the way. And Bayer and all the others, they stand in the way of this transformation of agriculture. We need to give the place to the smallholder farmers, family farms, even medium-sized farms, who actually want to nourish the world for the long term, rather than to have short-term profits, which is the only goal in the life of Monsanto. For example, why are they getting together with Bayer? or the other way around. I mean, it's all about concentration and more profit rather than more basically health and sustainability. Bayer Monsanto is straks niet het enige bedrijf waar boeren voor hun zaden en bestrijdingsmiddelen terecht kunnen. Maar Boerburgers vreest wel dat het nieuwe megabedrijf in de toekomst een te grote stempel op de voedselvoorziening kan drukken. Op het moment dat wij dus in een bepaalde richting gedwongen worden, zal de consument ook gedwongen worden dat te consumeren of te eten. Bovendien, op het moment dat door gebrek aan concurrentie de prijs omhoog gaat, zal voor de consument de prijs ook omhoog gaan. Ja. Dus dat zijn toch wel een paar punten die zorgwekkend zijn. Ja. Uiteindelijk zie je nu ook al met social media dat je afhankelijk wordt van de grote partijen. Dus ja, uiteindelijk zal je inderdaad wel afhankelijk worden van die techniek.